De Noordzee, als vanouds een goudmijn voor een van de oudste beroepen ter wereld, de visserij. Maar de visserij kampt met een hoop problemen. De vraag naar vis neemt af. Brandstofprijzen stijgen tot ongekende hoogten. De visquota hangen de vissers als het zwaard van Damocles boven het hoofd. Zo ook in het Zeeuws-Vlaamse vissersdorp Breskes. Een dorp dat altijd leefde van, leefde voor vis. Een bevolking die altijd betrokken geweest is bij de visserij. Vroeger kon je veel meer vis vangen. En de prijzen, dat is ook een... We moeten de prijzen hoog houden nu. Om toch een beetje... je moet er toch aan uitkomen. Vroeger waren er 13, 14 boten die dus met vol bemanning hier het brood verdienden. En nu zie je dat er maar 3 à 4 schepen per week binnenkomen. In 2007 stelde de Europese Unie nieuwe visquota vast. Het algemeen belang staat bij die wetgeving voorop. Onderzoek wijst uit dat de visstand in de Noordzee afneemt en dat er gecontroleerder gevist moet worden. De Nederlandse regering wil weliswaar ook oog hebben voor de economische belangen, maar de visser blijft ondanks alles gefrustreerd achter. Het probleem bij de Europese Unie is dat het dus hun zeggen, de HH-heren van Brussel, dat de visstand vermindert. Want de visstand vermindert absoluut niet. Als men ziet wat er in de Noordzee nog aan visbeweging is van alle mogelijke jonge broed, dat is meer als vroeger. De vis wordt er veel meer gekweekt, dat is ook wel nodig. Maar voor onszelf zie ik het somber in, als het er door had, dan komt het toch niet goed. Een van de problemen die de invoering van de visquota met zich meebrengt is de zwartvisserij. Ja, dat is gecreëerd door Europa zelf. Kijk, als je niet door de voordeur binnen kan, dan ga je door de achterdeur binnen. Vissers frustreren zich erover dat ze soms nodeloos moeten toezien dat hun vissersvloten stilleggen, terwijl de Noordzee uitpuilt van de vis. Dat is heel frustrerend, want je ligt aan de wal. Het kost alleen maar geld. Personeel moet je ook betalen. Naast de visserij en de EU is er nog een speler. Het grootste probleem zijn de milieufederaties. De Noordzee is heel zuiver aan het worden. En eigenlijk voor de visstand te zuiver. En wat er absoluut uit moest, was fosfaat. Maar ze hebben één ding vergeten. Fosfaat is een van de groeimiddelen van de vis. Hoe meer fosfaat, hoe groter de vis. De laatste tijd is er meer aandacht voor de protestroep van de vissen. Er wordt over gesproken om de visquota aan te passen. Frankrijk wil de visquota zelfs volledig afschaffen. Er is dus hoop in bange dagen voor de vissers. Nou, we zullen er met het beste van hopen. Hopen dat het een beetje bijtrekt.